Wij moeten hier zijn. Kijk, die boot, die herken ik. Dat is zo'n echte ik vaar in de weg boot, van Greenpeace. Nee joh, daar staat pers op. Zie je dat? Ja. Green. En dan kan je de gif op innemen dat daar Peace staat. Ah ja, gif op innemen. Laten we dat maar niet doen hier bij Greenpeace. Maar in ieder geval, ja. We zitten hier goed. Ja. Dan zal Eugène wel binnen zijn. Ja. Hallo. Hi, Eugène. Hallo. Ja. Hi, ja. Jochem. Wij hebben contact gehad. Eugène. Dit is Rob. Hallo. Nou, we hebben het kunnen vinden. Het viel niet mee, maar gelukkig dankzij de boot. Ja. Want ja, ja, we hadden het wel in de gaten, hoor. Ook toch wel, ja. Ja, pressen. Hé, hey, pressen. Greenpeace, hè. Ja. Maar goed, in ieder geval. De bedoeling. Ja. Nee. Maar goed, Rob, je vraag. Nou, hoe bereidt Greenpeace een actie voor? Eigenlijk begint het bij ons op kantoor. En dat is in Amsterdam, aan de Keizersgracht. Daar zitten mensen die eigenlijk het moment bepalen wat we waar gaan doen. En die bellen ons dan hier in de loods, want dit heet voor ons de loods. En daar werken wij. En die bellen ons dan en die zeggen dan dat er een actie moet komen. Die vertellen ons waar en of wij willen gaan kijken hoe we dat kunnen doen. En alle spullen die hier liggen, dat zijn spullen van vorige acties en eventueel ja, van de ja, nog komende acties. Hé, hey, dat is toch van die visactie? Klopt dat? Is dat? Ja, ja, want ik heb ja. Dit is nou iets wat we steeds weer opnieuw kunnen gebruiken. Dat is een kist. Ja. Die is van buiten van hout. Hij lijkt helemaal van hout, maar van binnen is hij helemaal van ijzer. Daar kunnen mensen in. En dan kunnen ze hem van binnenuit vastmaken op bijvoorbeeld een treinrails. En die kist die gebruiken we dan om bijvoorbeeld een trein tegen te houden. Dus een blokkeerkist. Een blokkeerkist, want ja, als je die voor een poort zet van een fabriek, dan kun je er niet meer in of uit. En de mensen die erin zitten, blijven er net zo lang in zitten totdat wij onze zin hebben. En niemand kan hem weghalen, want die kist zit vast aan de grond. Maar is dat niet eng? Nou, niet echt, want die mensen die in die kist zitten, die kunnen niet alles zien wat er buiten gebeurt. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen bij die actie betrokken die daar aan de buitenkant zitten. En wij hebben ook altijd radio's, walkie-talkies bij ons. En dan kunnen we met die mensen praten en vertellen we ze binnenin precies wat er buiten gebeurt. Ja. Dus ze zijn helemaal op de hoogte. Maar dan ben je zeker wel benauwd. Nou, dat valt erg mee, want er zitten toch wel een beetje kieren in. En het staat altijd buiten, dus het waait een beetje. Nee, dat valt wel mee. Dat houden ze wel vol. Nou, moet je kijken, hebben we hier nog iets heel leuks. Voor als wij actie voeren, als je nou zo kijkt door die pijp, dan zit er een stangetje in en dan denk je natuurlijk, wat moeten ze daar nou mee? Als wij nou ergens actie gaan zitten voeren en we gaan aan een hek vastzitten, ja, dan komt op een gegeven moment de politie die ons weg wil halen. Ja. Maar dat willen wij niet, wij willen zo lang mogelijk blijven zitten. En daar hebben we dit nou voor uitgevonden. En dat werkt. Zo, moet je kijken. Dan doen we dit om onze arm. Ja. En dan steek je je arm erin. Zie, dit is een haak, hè? Ja. Steek je je arm erin. En dan maak je die haak vast. Ja. En dan zit mijn hand erin vast. En dan gaat een andere actievoerder, die gaat van die kant met zijn hand erin. Wat hij nou ook doet, ook zo, met zo'n haak. En als we dat nou met twee pijpen doen rondom een hek of een paal. Zo. Dan kunnen ze ons niet meer wegkrijgen. En deze gebruiken jullie ook om je vast te ketenen aan hekken en zo? Ja, dat ja, is voor het snelle werk, voor het verrassingswerk. Omdat we... als we het niet helemaal zeker weten hoe het loopt, dan zorgen we ervoor dat we van tevoren zo'n ding bij ons hebben. Dat zie je bijna niet. Je bent een echte Greenpeace. Je draagt gewoon 24 uur per dag zo'n handboei. Absoluut. Dat je gewoon anytime kunt zeggen, tjak, ik zit vast, mij doe je niks. Precies, precies. Zo werkt dat. Nee, nee, een grapje natuurlijk. Oh, okay. Maar we kunnen dan, onopgemerkt, omdat je het bijna niet ziet, kunnen we ergens naartoe lopen naar een hek van een fabriek. En als we er dan zijn, hup, eromheen. En we zitten vast. Nou kijk, hier hebben we nou de bus waarin de spullen zitten voor de actie van morgen. Welke actie? Ja. Ja, wij weten namelijk nog niet. We weten dat er wat gaat gebeuren, maar nog niet precies wat. Wat gaan jullie doen? Wij gaan naar een kolencentrale toe, een elektriciteitscentrale die op kolen wordt gestookt. En daar gaan wij de aanvoer van kolen blokkeren, tegenhouden. Aha. En daar hebben we natuurlijk spullen voor nodig. En die zitten hier in die bus. Dat zijn allemaal... Brancards voor de gewonden? Nee? Nee, nee, gewonden vallen er niet, want dat gaat altijd geweldloos natuurlijk. Ja. Dat zijn Britsen, bedjes om op te slapen, want we moeten ook nog de nacht door. Dus er moet geslapen worden. Daar hebben we bedden voor. Nou, we hebben eten en drank en natuurlijk... Kettingen. Kettingen en sloten om die fabriek te blokkeren. Want waar gaan jullie aan vastzitten? We gaan aan twee hijskranen vastzitten die kolen naar binnen brengen bij die centrale. Je had het net over die actie. Wat wil je daarmee bereiken? Nou, het gaat om een elektriciteitscentrale die wordt gestookt met kolen. En als je kolen verbrandt, dan komen daar bepaalde stoffen bij vrij. En die komen in de atmosfeer en die zijn slecht voor het milieu, voor het klimaat en dus voor ons allemaal. En nou hebben wij onderzocht of dat anders kan. En we zijn erachter gekomen dat dat kan. Die kunnen overschakelen op gas.
Maar nou hebben jullie het onderzocht. Zo'n fabriek heeft dat toch zelf ook onderzocht? Waarom doen ze het dan zelf al niet? Ja, ze doen het niet omdat het meer kost. En daarom hebben wij een brief geschreven aan minister Weijers, die gaat erover van Economische Zaken, of die bereid is om te betalen. En we hebben erbij gezegd dat als dat niet gebeurt, dan gaan wij die fabriek blokkeren. Maar je hebt Weijers waarschijnlijk niet geschreven dat morgen de acties zijn, of wel? Nee, natuurlijk niet. Onze acties zijn altijd geheim, anders lukt het niet. Het gaat dus om een kolencentrale. Die kolencentrale ligt in Geertruidenberg, aan het water, en wij zitten hier. Om daar te komen hebben we hier voor de deur een paar bussen staan, een vrachtwagen, en daarmee rijpen. Dat is de kraan. En je begrijpt ook ongeveer wat ze gaan doen, hè? Ze gaan met de hele ploeg gaan ze met bussen naar Geertruidenberg. Dan gaan ze in een binnenvaartschip overnachten. En morgen om 9 uur gaan ze in 2 teams naar 2 kranen. En die gaan ze dus proberen te blokkeren, te bezetten. Er gaan een aantal mensen omhoog, gaan een aantal mensen blijven beneden. En ik stel voor dat wij gewoon lekker thuis gaan overnachten. Ja. Dan kunnen we goed slapen. Dan kom ik jou morgen vroeg ophalen. Ja? 8 uur? Okay. 8 uur is een goede tijd. Dan rijden we naar Geertruidenberg. En dan gaan we eens kijken hoe het verder gaat met de actie. Ja. Afgesproken? Ja. Okay. Hey, spannend, hè? Nou, het mogen duidelijk zijn. Dat is de centrale waar het allemaal om draait. We zitten nu op het basisschip, Trawant. En het eerste team is al onderweg naar een van die 2 kranen daarachter. Want die worden dus zometeen bezet. Dan komt er toch een rot uit, hè? Ja, en dan zie je ook wat voor troep er inderdaad uitkomt. Die actie is niet zomaar. Alleen nog één ding. Ja? Wat doen die journalisten daar? Het is toch geheim? Agent, kamer over. Wat erbij. Doordat de kraan van dichter naar de hele blokkeren. Doe maar dat je goed doet. Alles is goed. Alles over hier? Wat zeg je? Ja, doe dat maar. Gele proef van kraan 2. Dus jij, mag ik even onderbreken? Ja, dat mag. Hoe gaat het tot zover met de actie? Het gaat goed. Ja? In die zin dat we hebben de 2 kranen geblokkeerd. Dat was de opzet van de actie. Ja? De spandoeken moeten gehangen worden. 1 hangt er al, zoals je ziet. De 2e die komt zo. En die gele actievoerders die bovenop staan? Die zitten vast op? Die zitten met de neksloten vast aan de wielen waarmee de kraan draait. Dus er zijn 2 mogelijkheden. Of hij draait. En dan gebeuren ongelukken. Ja. Of hij draait niet en dan hebben we onze zin. En hij draait dus niet, want de machinisten... Die pers, hoe weet je dan dat het hier moet zijn? Want het is toch geheim? Nou ja, het is wel geheim, maar de pers hebben wij gisteren gebeld... dat ze moesten komen als ze onze actie wilden zien... naar een bepaald café hier in de buurt. Aha. Maar wij hebben nog niet verteld wat we gingen doen. Nee. Maar het is natuurlijk voor jullie belangrijk om ook een beetje publiciteit te krijgen. Natuurlijk, maar als Greenpeace actie voert, dan weet iedereen wat er gaat gebeuren. En dan komen ze ook wel. Spectaculaire actie uit bij een energiecentrale in Geertruidenberg. Wij willen met deze actie de directie duidelijk maken dat de centrale over moet gaan van kolen naar gas. Eugène, het is inmiddels zo'n 2,5 uur later. We zitten hier gewoon lekker rustig op het dek van het basisschip. Dat betekent dat alles onder controle is? Ja, maar van onze kant is alles onder controle. Ons plan is klaar. We hebben de kranen geblokkeerd. De kolentoevoer is tot stilstand gekomen. En dat is waar de actie eigenlijk moest bestaan. Nou, ik heb nog 1 vraagje. Ik zie ze daar wel hangen. Maar hoe lang houden ze daar dan vol? Dan kunnen ze net zo lang volhouden als dat wij willen of dat nodig is. Ja, maar ze hebben eten en drinken bij zich. Voor hoe lang? Voor, laten we zeggen, een dag. En dan gaan we wisselen. Dat kan dus nog wel even duren. Heb jij brood bij je? Nee. Maar is er aan boord wat voor ons? Meer dan genoeg. Ja, oké. Nou, dan zitten we hier dus nog wel even. Heb jij er bezwaar tegen dat we... wel gewoon verder gaan met het programma? Nee. Heb je geen bezwaar tegen? Oké. Dan gaan we gewoon verder met het programma. Dus die volgende vraag.